Goedemorgen allemaal. Welkom hier, fysiek, in de Tituskapel. Of je nou op afstand meekijkt, meeluistert. Hartstikke fijn dat jullie de moeite hebben genomen om hier te zijn en deel te zijn van wat we hier vanochtend gaan doen. We gaan met elkaar zingen, we gaan bidden, we gaan luisteren naar onderwijs. En het is fijn om dat in gemeenschap met elkaar te kunnen doen. Het thema vandaag is lust en liefde. We zullen gaan lezen uit Hooglied onder andere. En onze eigen dominee Klaas de Vries die zal voorgaan. Er is ook een club voor de kinderen. Groep 1 tot en met 8 onder leiding van Naomi. Als het goed is. En we zullen straks gaan collecteren voor Hospice Curia. Ik wens jullie allemaal een heel gezegende dienst. Zullen we gaan staan? Zij de Heere, o machtige koning der Heere, laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, zalm zingt de heilige naam, loof al wat ademt de Heere. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven. Dagelijks heeft hij uw kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief. Ja, hij beschikt u ten leven. Lof zij de Heer die uw huis en uw hart heeft gezegend. Lof zij de hemelse liefde die over u regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent. Jullie zijn er allemaal gekomen met een gezond lichaam waarschijnlijk, of gezond genoeg om hier te zijn. Daarin danken we God, of je nou oud of jong bent, je lichaam, je leven heb je van God gekregen. We gaan het er vandaag ook over hebben hoe je daar goed mee omgaat, met die mooie geschenken van God. God zelf is in ons midden, we zijn hier vooral ook om hem te ontmoeten, te aanbidden en te bezingen. Laten we ons uit eerbied voor hem een moment op hem richten in stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. En in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mag ik je groeten met barmhartigheid, genade en vrede. Amen. Ik wil je vragen om te gaan zitten. We gaan God aanbidden, we vragen hem om te zorgen voor ons, we danken hem dat hij voor ons zorgt. En we gaan ook bidden voor de wereld, verder weg en dichterbij. En drie keer zingen we tijdens dat gebed, Heer ontferm u. En het gebed eindigt met een gezongen amen en het wordt één keer voorgespeeld.
Heer, ontferm u, Heer, ontferm u, Heer, ontferm u. God, u bent goed. U bent de schepper van mensen, de koning van hemel en aarde, onze heilige Vader. We danken u dat wij u vandaag ontmoeten, uit allerlei plaatsen samengekomen hier bijeen. U, de God die bij mensen woont, die alles nieuw maakt, die wil leven in ons en met ons. U maakt ons leven feestelijk. En ook dat we elkaar weer zien, u maakt ons blij met de kansen die we krijgen, de gezondheid die we hebben, de gelegenheid die u ons geeft. Vandaag bidden wij voor wie in deze wereld bedreigd en vervolgd worden, miskend in hun geloof, hun overtuiging, hun zijn. Voor wie op de vlucht zijn, verdreven van huis en haard door oorlog of aardbeving, dat ze zich gedragen weten door mensen die voor hen opkomen, dat God Geest hen sterkt. Voor hen bidden en zingen wij. En onze stad bidden wij voor de bestuurders van het land en de waterschappen die gekozen gaan worden om te zorgen voor de natuur, het water, de woningen, de steden. Voor de mensen die geen huis kunnen vinden, die op straat leven. Voor asielzoekers, minderjarigen zelfs, kinderen in pleegzorg en gezinnen, voor hulpverleners. Dat wij samen de inzichten en de kracht vinden om het leven mooi te maken voor anderen en de aarde bewoonbaar te houden voor onszelf en onze kinderen. Daarom bidden en zingen wij. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u, Heer, ontferm u. We bidden voor alle kerken en geloofsgemeenschappen hier in de stad. Voor alle mensen die zoeken naar u in dagen van nood, voor wie ziek zijn en geen verzorging hebben, voor wie er alleen voor staan en geen schouder hebben om op uit te huilen, voor wie sterven moet met niemand om mee te gaan tot aan de grens. We brengen voor God alle pijn en verdriet, dat hij ons geven steun en toeverlaat, schouder en reisgenoot te mogen worden en dat God hen in zijn armen sluit. Voor hen en ons allen, groot en klein, bidden en zingen wij. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u. We brengen eer aan u, God onze Vader, om uw Zoon Jezus Christus, die op aarde uw grote liefde heeft getoond en het diepste lijden, de donkerste eenzaamheid heeft geproefd, om het ons te besparen. Hij die verrees uit het graf, leeft en regeert als koning vandaag en morgen en in alle eeuwigheid. Eer aan u, Heilige Geest, die ons doet delen in de opstanding en het leven van Jezus, die ons verbindt tot één kerk wereldwijd. Heilig bent u, goede God, heilig en verheven, heilig en goed, Vader, Zoon en Geest. Jongens en meisjes, jullie mogen straks mee met Naomi en jullie gaan het hebben over Mozes. Mozes was eerst een klein jongetje, een heel knap jongetje. Maar er was een gevaar, de farao die wilde, een koning was dat, die wilde alle kleine jongetjes van het ene volk Israël waar hij een hekel aan had, alle kleine jongetjes wilde die doden. Gelukkig maar dat Mozes door een wonder gered is en toen ging hij wonen. Niet in een klein huisje, maar aan het koninklijk paleis. Want hij was geadopteerd eigenlijk door de prinses, de dochter van de koning. En hij groeit er op en hij wordt er heel machtig. Maar op een gegeven moment krijgt hij toch heimwee naar zijn eigen volk. En hoe dat dan verder gaat,
Dat gaan jullie straks horen bij Naomi. Wij gaan een lied zingen over dat God Mozes had gemaakt, maar ook jullie allemaal. Jullie zijn allemaal door God gemaakt, zo mooi als je bent. En dat je ook helemaal jezelf bent. Jij bent uniek, er is niemand zoals jij. Daar gaan we een lied over zingen, van top tot teen. Want je bent uniek, dus we schalen niet onder. Je bent me zo mooi van de wereld onder. Heeft je gevormd in je moeders buik. En na 9 maanden kwam jij eruit. Met alles erop en alles eruit. Dus geef het al een keer, want hij heeft het al gedaan. God heeft mij gemaakt van God tot een. Iemand zoals ik, nee zo is er niet mee. Want ik ben er niet, dus ik ga er niet zonder. Ik ben er zo mooi dan de wereld onder. Heeft mij gevormd in mijn moeders huid. En na 9 maanden kwam ik eruit. Met alles erop en alles eraan. Dus geef me al eer, want hij heeft dat gedaan. God heeft mij gemaakt. Van top tot heen. Kinderen mogen naar de klas. We gaan uit de Bijbel lezen, 3 verschillende stukken. En voordat we dat gaan doen, wil ik graag een gebed uitspreken voor de opening van het woord. Heere onze God, we leven in een wereld waarin 1000 stemmen ons omringen. Meningen en overtuigingen die ons vaak schreeuwerig opgedrongen worden. Reclame die bij ons probeert in te breken. Informatie die ons manipuleert. Stemmen die ons onzeker maken. Nieuws dat ons bang maakt of verdrietig of machteloos. Heer, laat ons te midden van al dat tumult uw stem verstaan. Het waarachtige getuigenis van profeten en apostelen, uw wijsheid van alle eeuwen. Heer, u klopt op onze deur totdat wij open doen. Kom bij ons binnen met het getuigenis van uw Heilige Geest, de stille stem van ons hart. Kom bij ons met het levende woord. Het woord dat leven doet. Amen. We lezen allereerst Hooglied 7. Draai rond, meisje uit Sulem. Draai rond. Draai rond, we willen naar je kijken. Kijk, zie je dat meisje uit Sulem? Zoals ze danst tussen 2 rijen. Wat zijn je voeten mooi in je sandalen, koningskind. Je heupen draaien sierlijk rond, de schepping van een kunstenaar. Je navel is een ronde kom, die gevuld is met kruidige wijn. Je buik is een bergje tarwe, dat door lelies wordt omzoomd. Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle. Je hals is als een toren van ivoor. Je ogen als de vijvers van Gesbon, bij de poort van Bad Rabim. Je neus is als een toren van de Libanon die uitkijkt over Damascus. Je hoofd rijst op als de Karmel, omkruld door purperen lokken waarin een koning ligt verstrikt. Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk. Liefde en verrukking, dat ben jij. Als een palm is je gestalte. Je borsten zijn als druiventrossen
Ik dacht, laat ik die palmen klimmen. Ik wil zijn bladeren grijpen. Laten jouw borsten als trossen van de wijnstok zijn. Je adem als de geur van appels. Je tong als zoete wijn. Wijn die zo naar mijn liefste stroomt en hem in zijn slaap op de lippen vloeit. Ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij. Kom, mijn lief, laten we het veld ingaan en tussen de hennabloemen slapen. Laten we de wijngaard ingaan, morgen vroeg, en kijken of de wijnstok al is uitgebot. Zijn bloesem zal ontloken zijn, de granaatappel al bloeit. Daar zal ik jou beminnen. De liefdesappels geuren al. Boven onze poorten hangt een keur van vruchten. Vers geplukte, goed gedroogde. Mijn lief, ik heb ze bewaard voor jou. Dan lezen we een stukje uit 1 Korinthe, hoofdstuk 6, vanaf vers 18. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. En tenslotte nog een stuk uit Matteüs 5, vanaf vers 27. Jullie hebben gehoord dat werd gezegd, pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je ten val brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen, dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je ter val brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen, dan dat je met je hele lichaam naar de Gehenna gaat. Er werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. Dit zeg ik daarover. Ieder die zijn vrouw verstoot om een andere reden dan ontucht, drijft haar tot overspel. En ook wie trouwt met de verstoten vrouw, pleegt overspel. Het hoort bij een van de meest erotische en sensuele gedichten uit de wereldliteratuur, het boek Hooglied. Een jonge man en vrouw verwoorden daarin hun verlangen naar elkaar, hun liefde, hun hartstocht en ze nemen geen blad voor de mond. Zonder schaamte wordt alles benoemd, hun verlangen, het zoenen, het omhelzen, haar mooie borsten, zijn sterke benen. De jongen en het meisje vertellen lyrisch aan elkaar hoe mooi ze elkaar vinden. Als de Bijbel iets tegen seks zou hebben, wat sommige mensen denken, dan zou dit boek dus nooit door de censuur gekomen zijn. Paulus schrijft in 1 Korinthe 6 ook heel mooie dingen over het lichaam. Het is een tempel van de Heilige Geest, zegt hij. Weet je dat niet? Je hoeft dus helemaal geen afkeer te hebben van je lichaam. Het is een geschenk van God. Het is het eigendom van Jezus Christus. Het is het huis van de Geest. Dus waardeer het. Verzorg het. Durf jezelf te bekijken en aan te raken. En laat die positieve instelling ook merken aan je kinderen als je ze hebt. Reageer positief op de eerste zaadlozing van je zoon. En vier de eerste menstruatie van je dochter. Lach ze nooit uit om hun verliefdheid. Wijs lustgevoelens niet af als iets zonders. Het zijn allemaal geen uitvindingen van Gods tegenstander, maar het is de schepping van God zelf. Dus verwaarloos Gods tempel niet. Besteed aandacht aan dat mooie huis van de Geest en eer daarin God. Toch, en je kan er niet omheen, dat hebben we ook wel gemerkt, en het contrast tussen dat mooie
pure hooglied 7 en daarna die stukjes daarna, is er ook heel veel zwarte schaduw gekomen rond de beleving van seksualiteit. Liefde kan verward worden met lust. We hebben het in deze serie preken over de hoofdzonden, de 7 hoofdzonden, en lust is daar één van. Lust reduceert de ander grotendeels tot slechts een lijf. Je zou het zo kunnen definiëren: lust ontstaat waar de seksuele aantrekkingskracht de allesbeheersende dominante factor wordt tussen twee mensen. Je denkt alleen nog maar aan zijn of haar lijf en hoe het zou zijn om dat te bezitten. De kern van lust is eigenlijk pure zelfzucht. In goede seks is een mens gericht op de ander. Je wil je geven aan de ander, je wil je verbinden aan de ander, je wil de ander tot bloei laten komen en tot blijdschap. En als dat wederzijds is, dan ontvang je daarin vervolgens ook. Lust is zelfgericht. Jouw behoefte staat voorop, die moet bevredigd worden, je wilt aan je trekken komen. In onze samenleving zie je een hele rare spagaat, die trouwens eerlijk gezegd al behoorlijk oud is. Een begin ervan, moeten we ook eerlijk toegeven, ligt in de kerkgeschiedenis zelf, bij de kerkvader Augustinus. Augustinus heeft eerst jarenlang, tot verdriet van zijn eigen moeder, een losbandig leven vol wisselende contacten geleid. En op een gegeven moment dan komt hij tot bekering. Dan breekt hij met de vrouw met wie hij samen is. En vervolgens slaat hij helemaal door naar het andere uiterste, het verwerpen van seksueel genot. Hij gaat het celibaat verheerlijken, dat betekent de staat dat je ongetrouwd blijft en geen relaties meer hebt. En die keus van Augustinus heeft enorme invloed gehad op de kerkgeschiedenis. Seks werd verdacht gemaakt steeds meer. Het mocht alleen nog voor de voortplanting. En daarbij ontstond al heel gauw een soort duistere keerzijde. Officieel leefden alle geestelijke, alle priesters celibatair. Maar in het geheim onderhielden ze heel veel seksuele relaties. Of, en dat was pas echt erg, ze gingen over tot het misbruiken van kinderen. Heel lang heeft dat ook de cultuur in het Westen gestempeld, die spagaat. En de seksuele revolutie van de jaren 60 van de vorige eeuw heeft willen loskomen uit die onderdrukkende visie op seksualiteit, bevrijding. En dat was een goed streven. Alleen, als je nu kijkt wat er voor in de plaats gekomen is, een soort vrijheid, blijheid benadering, die leidde tot een nieuwe spagaat. Die ziet er zo uit. Aan de ene kant vinden wij vandaag met z'n allen als cultuur, de overheid inclusief, dat alles moet kunnen. Oude knellende banden, daar hebben we ons van losgemaakt. Maximale vrijheid moet er zijn om alles te zien en te doen wat jij leuk en prettig vindt. En daarbij helpen seksueel getinte beelden die alom tegenwoordig zijn. Tot in reclame toe. Want seks sells. We accepteren als samenleving ook reclames voor vreemdgaan, second love. En we accepteren als samenleving een enorme porno-industrie. En daarmee accepteren we dus collectief dat mensen via enkele muisklikken stelselmatig worden gereduceerd tot object en middel voor andermans seksueel genot. En de enkeling die het waagt daartegen te protesteren en pleit voor kuisheid, reinheid, zelfbeheersing, wordt weggehoond als een preutse moraalridder uit het Victoriaanse tijdperk. Kortom, we zijn met z'n allen verregaand toegeeflijk. En tegelijk doen we ook collectief heel verbaasd en verontwaardigd wanneer in zo'n seksueel geladen cultuur mensen met macht zich soms niet kunnen beheersen en grensoverschrijdend gedrag vertonen tegenover jonge vrouwen, zoals in bijvoorbeeld The Voice gebeurd is. Zulke mensen worden genadeloos gecanceld en aan de schandpaal genageld. Er worden gedragsregels en protocollen geschreven en ze zijn niet aan te slepen om onszelf maar weer in te dammen.
En we mobiliseren een kostenverslindend leger aan hulpverleners voor het repareren van de aangerichte schade. In de vorm van trauma, verwoest vertrouwen, negatief zelfbeeld, eenzaamheid en verdriet. En alles wat onze vergaande toegefelijkheid op seksueel gebied verder nog kapot maakt. In relaties, huwelijken, gezinnen, in de geest, het brein van volwassenen en kinderen. Maar zie je de spagaat? Zie je hoe hypocriet, om niet te zeggen schizofreen, we eigenlijk met z'n allen geworden zijn als samenleving? We claimen grenzeloze vrijheid voor onze lustenbevrediging. En we eisen tegelijk absolute bescherming tegen de lust van een ander. Eerst gooien we alle remmen los en laten onszelf voortdurend ophitsen. En daarna moeten we onszelf voortdurend weer afremmen en met veel moeite onder controle zien te houden. Jezus liep in zijn dagen ook tegen dat soort huichelachtigheid aan. In zijn tijd ontstond langzaam maar zeker de Talmud, dat is de Joodse uitleg van de wet. Daar staat bijvoorbeeld dit in. Spreek niet met een vrouw. Ga elk contact met een vrouw uit de weg. Kom je een vrouw tegen, draai je dan om. Keer haar de rug toe. Ze zou je kunnen verleiden. En heel vaak werd de last van dat soort verleidelijkheid dan bij de vrouw gelegd. Zij moest haar haar bedekken bijvoorbeeld, volgens orthodoxe Joden en moslims, sommigen. Of zelfs haar hele gezicht via een boerka. Ander voorbeeld. Aan rabbi Akiva, een hele beroemde rabbi, werd gevraagd: is het geoorloofd een vrouw te zien? Hij antwoordde: er staat toch geschreven, hoed je voor elke kwade macht? Maar dezelfde rabbi Akiva schrijft ergens anders: als je een vrouw tegenkomt die jij mooier vindt dan je eigen vrouw, dan mag je je eigen vrouw een scheidsbrief geven. Zo konden volgens rabbi Akiva mannen op zakenreis zelfs even voor zichzelf een trouwakte schrijven, om vervolgens een one-night stand te hebben, als ze dan maar de volgende dag ook weer de scheidbrief klaar hadden liggen. Voor God en mensen was dan alles geregeld en ingedekt, want ze hadden aan alle formaliteiten voldaan. Nou, het is door dat soort huichelachtigheid dat Jezus feilloos heenprikt. Iedereen die een vrouw naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel of echtbreuk met haar gepleegd. Wat bedoelt Jezus? Natuurlijk mag je een vrouw aankijken. Hij deed het zelf heel anders dan het gewend was. Bijvoorbeeld in het openbaar, bij de Jacobsbron, sprak hij een hele tijd met een Samaritaanse vrouw, tot verbazing van zijn eigen leerlingen, die verbaasd waren dat hij met een vrouw in gesprek was. Hij had hecht contact met twee zussen, Martha en Maria, bij wie hij veel thuis kwam. En ook Maria Magdalena was een vriendin van hem. Je mag mensen zien. Je mag opmerken hoe mooi ze zijn, hoe charmant ze zijn, hoe aantrekkelijk ze zijn. En daarmee eer je je schepper. En als Jezus dan zegt, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, dan gaat het vooral om dat begeren. Begeerte kun je ook vertalen als lust. Jezus bedoelt hier zelfgerichte lust, waarin de een, lees vooral de man, de ander, de vrouw, gaat begeren. Niet als een persoon, een compleet iemand, maar als een voorwerp, een object. Dat je wil veroveren, dat je in bezit wil nemen. Het is het kijken van de jager of de wolf of de leeuw naar zijn prooi. Nou, die manier van kijken om lust op te wekken, wordt in onze cultuur heel erg wijd gepropageerd en verbreid. Tot in de taalgebruik toe kom je het tegen als jongeren met elkaar praten over een stuk of een stoot of een spetter of een lekker ding. Daarin worden mensen gereduceerd en ontmenselijkt. Daarin is geen sprake van liefde. Liefde richt zich altijd op de complete persoon. Iemand leeft in verbanden van zijn familie, van zijn werk, van zijn vrienden. Daar houd je rekening mee. Iemand heeft gevoelens, heeft een karakter, is kwetsbaar, heeft een herkomst en een toekomst.
En met al die dingen hou je rekening als je lief hebt. Maar bij lust zie je alleen maar het lekkere lijf. Dat is de hoofdzonde lust ten voeten uit. Bijvoorbeeld als consumptieartikel na een avond stappen tijdens een date of als friends with benefits. Dat betekent als je, dat je zegt, we spreken af, we hebben wel vriendschap, we hebben ook goede seks, maar we hebben geen relatie. Dus je deelt alleen je lichaam, maar niet je ziel. Met als regel, je kunt met iedereen seks hebben, zolang het maar met wederzijds instemming is. Dat is tegenwoordig een beetje het codewoord wederzijdse instemming. Als het wederzijds instemming is, is het goed. Maar in feite, als je erover nadenkt, dan betekent het dus eigenlijk dat je het met elkaar eens wordt, dat je met elkaar overeenkomt, dat je elkaar reduceert tot lichaam. Tot gebruiksobject. Dat je eigenlijk zegt, heel letterlijk, wel de lusten, maar niet de lasten. Geen blijvende relatie met een hele persoon. En vooral geen diepere gevoelens. Ga je niet hechten, ga je ook niet afhankelijk opstellen. Alleen mijn lichaam is voor jou, niet mijn ziel. Maar lieve mensen, dat kan helemaal niet. Lichaam en ziel kun je niet op die manier van elkaar scheiden. En daarom is seks, net als de dood, in de Bijbel iets heiligs. En ook in heel veel culturen beseft men dat seks en de dood horen in de sfeer van taboe. Dat is iets waar je uitermate voorzichtig en omzichtig mee om dient te gaan. Want seks is het betreden van iemands intieme ruimte. De ruimte van lichaam en geest, het is heilig terrein, het is een tempel die je betreedt. Vandaar ook dat seks verweven is in de Bijbel en gekoppeld in de Bijbel is aan de heiligheid van het huwelijk, de heilige plek van liefde en trouw. Reduceer je seks tot iets lichamelijks met wederzijds goedvinden, dan maak je dus jezelf en de ander, scheur je eigenlijk in tweeën. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Vervreemding van jezelf, wie ben ik eigenlijk? Vervreemding van de ander, wie is hij of zij? Eenzaamheid en onvervuld verlangen. Je wordt niet langer als compleet mens gezien en erkend en gewaardeerd. En je behandelt ook jezelf als een wegwerpproduct. Zoals Amnon in het beruchte verhaal uit 2 Samuel 13, Amnon die verliefd werd op zijn halfzus en helemaal geobsedeerd was door Tamar, die zo mooi was. Hij moest en zou haar krijgen, tot hij daar gekregen had. En toen kreeg hij een afkeer van haar. Zo scheur je mensen in tweeën. Tot zover over de hoofdzonde lust. Wat staat ons volgens Jezus te doen? Een paar vuistregels. Het zijn er eigenlijk 3. En je zou ze onder 1 kopje kunnen vatten. Maak seks niet te groot. Maak seks niet te groot. Dat betekent allereerst, laat je niet wijsmaken dat seks een soort eerste levensbehoefte is. Net als eten en drinken en slapen. Waarbij ieder mens ook dan ook recht heeft op bevrediging van die behoefte. Want voor voedsel en voor slapen heb je in principe geen ander nodig. Dat kun je ook alleen. En bedenk ook dat niet iedereen er zo in zit. Voor een aantal mensen speelt seks en begeerte helemaal niet zo'n grote rol in hun leven. Ze hebben geen relatie, ze hebben ook geen seks met iemand anders. Maar ze redden zich prima. Je gaat er niet dood aan te leven zonder seks. Met andere woorden, het is niet een eerste levensbehoefte en laat het je ook niet wijs maken. Wat wel echt belangrijk is, dat zijn goede relaties, vriendschappen en liefde. Dat zou je kunnen zeggen zijn basisbehoeften. Dat brengt me bij de tweede vuistregel, maak seks niet te groot, maak er niet een obsessie van. En dat doe je denk ik allereerst door weg te blijven bij die enorme wereld van pornografie en andere bedervende beelden. Want dat is een wereld van uitbuiting,
Mensen en vooral vrouwen worden onvriendelijk behandeld. En er gaat een enorme leegte in die wereld. Het beschadigt de goede beleving van seksualiteit. En je raakt heel gauw gevangen en verslaafd. Mocht het je toch niet lukken om daar afstand van te houden, en dat is helaas geen wonder in onze cultuur, met zoveel privacy en de verleiding om via enkele muisklikken in een zwak moment die wereld binnen te stappen. Als dat gebeurt, en het gebeurt veel, laat het dan niet een obsessie worden. Zorg dat het niet een soort eenzame opsluiting voor jou wordt, waarin je dan helemaal alleen gevangen zit. Maar verzamel moed en zoek iemand op. Een goede vriend of een vertrouwd persoon en praat erover. Lucht je hart. Dan zul je merken dat je niet de enige bent. Er zijn zoveel mensen die hier hun valpartijen en uitgeleiders hebben. Gun jezelf daarom de hulp en de liefde van een ander. En tenslotte, last but not least, maak seks vooral niet groter dan God. God, jouw schepper, kent jou in liefde. Je hart luchten, de beste plek om dat te doen, is juist bij hem. Leg je zwakheid en je schaamte voor hem neer. Want God en zijn liefde zijn oneindig veel groter dan onze onmacht en zwakte. Laat die overweldigende liefde van God zijn werk doen in je leven. Pin jezelf en elkaar dus niet vast op zwakheden en schulden op dit terrein. Zak niet weg in een moeras van somberheid en zwaarmoedigheid. Maak het kwaad vooral niet groter dan God is. God in zijn goedheid wil je beminnen en liefhebben. Laat je koesteren en beschermen door zijn liefde. Laat je herstellen door zijn genade. Zijn liefde is als de zon die de zonde laat wegsmelten tot er niks van over is. Gods goedheid kan ook je schuld en je schaamte overwinnen. En alle schadelijke verlangens laten wegschrompelen tot iets kleins, lastig, maar ook niet zo belangrijk. Ik sluit af met deze gedachte. We zijn natuurlijk bezig met die hoofdzonden, 7 hoofdzonden. En ik heb me gerealiseerd ergens in dit traject dat het eigenlijk heel zwaar en heel groot woord is. Hoofdzonde klinkt zwaar en onheilspellend. Daarom is het belangrijk om je tijdens zo'n proces steeds weer te realiseren. Maar we kijken naar die hoofdzonden vanuit het grote licht van onze God. En zonden wegen altijd lichter dan Gods goedheid en zijn genade. Die goedheid en genade van God leggen oneindig veel meer gewicht in de schaal. Zonde en lust verdwijnen in het niet. Gods liefde is blijvend. Die zal je beschermen en hij zal je bekleden met witte kleren. Laten we bidden. Heere God, dank u dat u, onze schepper, ons gemaakt hebt tot mensen die kunnen liefhebben, met lichaam en ziel, als tempels van uw geest. Dank u voor de schoonheid van mensen, van het menselijk lichaam, van de erotiek en de aantrekkingskracht. Leer ons in deze verknipte, schizofrene wereld daar goed mee om te gaan. Blij, dankbaar, met liefde en respect, met eerbied voor u, elkaar en onszelf, als iets heiligs. God, u weet hoeveel er verworden en bedorven is. We bidden u voor alle mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden in misbruik, verkrachting, verslaving aan pornografie, mensenhandel. We bidden voor wie getraumatiseerd zijn en lijden aan gebrek aan eigenwaarde, eenzaamheid, onverbonden, zonder of in relaties. En we bidden voor wie dader zijn geworden, misschien na zelf eerst slachtoffer te zijn geweest. Heer, geef dat zij aan het licht komen en in het licht leren leven. De schade die door hen aangericht is onder ogen durven zien. Berouw kunnen tonen en bewijzen. En terugkeren naar een menswaardig bestaan. Geef zegen aan mensen die helpen, luisteren, hulp verlenen. Maak dat wonderen genezen en mensen herstellen. Heer, u kent
ieder mensenkind. Iedere man, iedere vrouw, iedere jongen, ieder meisje. Dank dat we allemaal uniek en kostbaar zijn in uw ogen, ongeacht ons verleden of heden. En alles wat we daarin opliepen aan deuken en beschadigingen. U, onze schepper, bent ook onze vernieuwer. Leer ons weer zo met elkaar en u te leven in eerbied, in vrede, in liefde, in Christus. In uw wondere wereld, uw geheimen te zien. Amen. Graag met jullie lezen een versie van de 10 geboden door dominee Bas Luiten herschreven op basis van het Nieuwe Testament. Ik ben de Heere. Ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in Hem en getuig van Hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag al de dagen van de week. Uw ouders, eer hen als uw vader en moeder die ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. U zult uw naasten laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen, ook niet door woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld.
Daarin zult u elkaar trouw zijn, zoals ik trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren en buiten het huwelijk geen seksuele relaties aangaan. De aarde is van mij met alles wat erin is. Uw bezit is tijdelijk. U mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet mij en tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen. Uw ja zei ja en uw nee, nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet erop uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Wees niet bezorgd. U zult mij, de Heere uw God, uw Verlosser, liefhebben met heel uw hart en heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf.